En de Raad van Vakcentrales in Suriname moet niet namens de vakcentrale C47 praten als ze in gesprek gaan met de president. Dit uitte C47-voorzitter Robbie Berenstein gisteren aan tijdens de Assemblée van de Arbeid. Berenstein maakte duidelijk dat Ravaksur vaker zonder de betrokkenheid van de grootste vakcentrale gesprekken gevoerd heeft met de autoriteiten over maatschappelijke vraagstukken aangaande werknemers. De leden van de vakcentrale hebben de voorzitter erop gewezen dat Berenstein krachtig moet protesteren tegen de houding van Ravaksur. Asane steek moro, omdat we met wat moeite voor alle issue zijn de comité regering, comité collectief voor werkgevers als het moet, zoveel als mogelijk we zoeken bespreken aan jou. Voor zoek draagvlak die een besluit. Ja, om een concreet voorbeeld te noemen. We hebben in Ravaksur-verband hebben we op een gegeven moment een persconferentie gehad. Om te keren, de rek is eruit. Persconferentie gehouden. De volgende hadden wij assemblee van de arbeid. De rest van Ravaksur is naar de president gegaan. Los van het feit dat plotseling had je gelijk rekening binnen de ruit moro. Maar in ieder geval, er zijn daar dingen gezegd waar wij niet van op de hoogte waren. Ja, onder het ministerie van BTW en dat soort dingen. Ik bedoel, if je takje tak namens Ravaksur, dat je takje 47 toe. En dat is nog correct. Berenstein benadrukt dat op verschillende momenten collega-vakbondsleiders van Ravaksur C47 desavoueren. Deze houding van enkele Ravaksur-leden verstoort de moeizame eenheidsvorming die binnen de vakbeweging op gang komt. De voorzitter liet weten dat de vakcentrale C47 ook zeer belangrijke sectoren vertegenwoordigt. Daarom zullen wij op een gepaste manier antwoord geven op deze kwestie. We noemen maar permitteren ons refi dat zijn een voorwoord doen. De zijn nog abi, nog een draagvlak. En daar gaan we dus een antwoord op moeten formuleren. Ja, want dat een soort ondervertegenwoordiger vindt plaats. Want we tak dat, maar namens suma we tak. En dat meen we bedoel. De mensen die praten over ons, zonder ons.